Ik denk je mijn collega uit Meersen die gaat ook weer naar Arriva toe. Waarom? Hij zit er bij de NS. Ja, nou, maar waarom moet hij daar de Arriva toe dan? Omdat NS dan niet meer rijdt. Waarom rijdt NS dan niet? Die rijden alleen maar op de Intercity, maar op de stoep rijden ja niet meer. Ja, nee, maar waarom moeten we... Hij is aan overlegen naar NS. Hallo. Voor meneer... En ik zit ondergeklast. Wat dan? Ja, eerste klas, hè. Ja. Nee, ik weet het, daarom maar... Maar ik vind het goed. Ja, dus, nee, maar als ik het met hem andersom had gedaan, dan gaat het bij mij... Nee. Maar hoe zit het nou? Hij heeft in Duitsland heeft hij een invalide kaart. Vrij reizen met de trein. Hoe zit dat dan als, in Nederland? Moet hij dan betalen en ben ik zijn begeleider of... Dan moet je een begeleiderskaart hebben. Ja, hij heeft een begeleiderskaart. Ja. Hij heeft zo'n kaart. Ja. Dat is dan alleen voor Duitsland. Oké. En dat is dan dus, dan heeft hij hier een begeleiderskaart. Hij bent nu vrijwaarts van betalen. Hij heeft een begeleider. Ja. En hier is dan de betaler. Die begeleiderskaart wil zeggen dat hij begeleiding moet hebben. Okay. In Duitsland kan ik met hem mee doen van beide niet. Ja, dat is een andere reden. Ja, er zijn wel meer geld daar zo. Ja, wat niet. Wat meer pro-openbaar vervoer is hier. Ja. Maar dat is mijn mening. Maakt dat niet uit. Nee. Martin, ja, dankjewel. Jammer, ik dacht dat ik hier in Nederland ook vrij reizen heb. Nee, dan betaal jij en dan mag ik met je mee. Ah, oké. Okay. Ja, dat is jammer. Ja. Anders zou het wel leuker worden, Fred. Ja. Laatst heb ik er wel wat van gelezen. Zo. Het is dan weer allemaal gecompliceerd en gecompliceerd. Dus één Europa, maar 1000 regeltjes. Ja, klopt. Ah, 2 keer 6400, dacht ik. Ja. Ring. Ik denk die 3 keer bedoelt dat hij de die ring, dat hij de snelheid moet minderen. Ja, ja. En die ping is alleen als bij ons in Duitsland. Als je over een signaal rijdt, dat je de valideren moet. Dat wist ik helemaal niet dat het dubbelspoor was. Hier? Nee. Maar nou rijden we op de verkeerde spoor, dacht ik. Ja. Eigenlijk moeten we op deze spoor rijden, dacht ik. Ik zal hem even uit doen. Ik doe hem even uit hoor. Wat doe je ooit? De telefoon. Oké, is goed. Wacht even. Oh, ik heb de verbinding al uitgezet. Maar als je de verbinding uitzet... Nee, de internet ook uit. Oké, ja, dan
kost ook niet zoveel accu. Nee. Zometeen als ik hem ga. Als ik een andere trein. Ja, op die trein ben ik ook lang niet meer geleden gereden, Fred. Welke? Deze hier, naar Roermond. Vanmorgen nog? Nee, daarvoor ben ik niet meer gereden. Dat is lang geleden. Ik ben hier alleen. Ja, toch. Tenminste één keer ben ik hier lang gereden, klopt. Maar de volgende tijden die rijd ik naar Nijmegen. Ja, kun je zien, de volgende keer kunnen we best eerste klas gaan zitten. Wat zeg je? De volgende keer kunnen we best eerste klas gaan zitten. Wieso? Want, nou, jij met je begeleiderskaart en je dingen. En ik ben mijn eerste klas weekend vrij. Als het mag, heb je gevraagd? Mag? Ja, maar de conducteur zei dat ik verkeerd zat. Dat ik geen goed geld heb plaatsbewijs voor deze toeland. Ja? Ik had de eerste klasse plaatsbewijs. Oké, dat wist ik niet. Ja, ik heb toch een weekend vrije eerste klas? Ja, als het mag, dat ik eerste klas kan zitten? Nee, ik had de eerste klas. Nee, dat ik dan ook. Ja, dan had jij er ook eventueel bij gekomen. Kunnen we gelijk maar bij Violia vragen? Nee, NS dan. Nee. Je kan ook 6:10 met de Intercity naar Dingers, hè? Ja, kan ook. Ik moet even kijken wat ik ga doen, Loris. Nee, ik ga gewoon. Met een half uur achter deze. Ja. Of ik ga met deze trein verder, kan ook. Dat ik jou in Venlo eruit zet en zeg: dag Moritz. Nee. Ik ga wel even mee. En als mijn trein komt, ga ik naar mijn trein toe. Ja? Met welke trein ga je dan? Die van 6:00. Naar Nijmegen. Nijmegen, ja. Ik heb even ook een cabinefoto gedaan, door de deur heen. Ja. Ik ben allemaal benieuwd hoe dat bij Arriva gaat rijden met die... dat kan me een Fleur train stellen. Maar ik ben in de Fleur 3 ben ik nog nooit in de cabine mee geweest, alleen in de oude Fleur dan. Ja, dat ik ben ook nog niet echt in een nieuwe trein mee geweest. Voorin? Nee? Nee, maar ook niet die nauwe, nieuw zijn. En proefrijden zijn. Dan kunnen we ook maar één keer, zoals het ook zo'n abonnement is, heb ik ook. Heb ik ook maar een leuk idee wat we in het volgende jaar kunnen maken. En dat is? Enschede. Venlo, nee. Weet je wat lekkerder zou zijn als jij eens een keer wat 2 of 3 uur later weer thuis mag komen? Ja, dat zou wel lekkerder zijn, ja. Als jij om 9:00 uit, of om 8:00 met de trein uit Arnhem of zo, dat scheelt toch wel een heel stuk. Ja, dat zou ook leuk worden. Als hier die bussen in dingen goed mogen rijden, heb ik ook een leuk idee wat wij daarmee kunnen maken. Oh, ik heb zoveel leuke dingen gehad en ik heb het nooit uitgemaakt. En vanmiddag heb ik eens een keer gedaan waar ik zin in had. Ja? Wat zeg je? Ik heb vanmiddag maar eens een keer gedaan waar ik zin in had. Ja, natuurlijk. Daar heb ik ook maar een leuk idee wat wij daar kunnen maken, Fred. We zien ons in Enschede. Venlo. Ga misschien met de... Venlo, dat is 2,5 uur altijd, meer dan 2,5 uur reizen voor mij, voordat ik een keer echt wat kan doen. Oké, of dan Enschede misschien, of Utrecht. Ja. Arnhem. Utrecht, daar schiet je ook niet zoveel op. Wat zeg je? Utrecht schiet je er ook niet zoveel op. Nee. Hey.
Also ik vind het heel leuk als de nieuwe trein naar Arnhem gaat rijden. Ja, maar dat, dan ben ik er ook wel bij, Morris. Wat is dan korter voor jij? Arnhem of Venlo? Arnhem. Arnhem is maar een uur. 1 uur? Ja. Wij zijn korter Enschede of Arnhem? Dan is Arnhem nog dichterbij, want dat is voor jou ook veel dichterbij. Ja, klopt. Dan kan ik gewoon in Duisburg in de trein zitten. Ja. Of Oberhausen en dan met de regionale trein naar Arnhem door. Ja. Dus 356. Oh, die heeft de eerste glas aan de voorkant. Daar zijn ze op vandaag in gezeten. Ja. Morgen. Deze heeft de eerste glas aan de voorkant. Ja. Je moet weten, dat is makkelijk voor zometeen als ik met die trein ga ik naar Maastricht toe. Naar Dinges. Ja, en dan heb ik ook wel maar een leuk idee wat we dan kunnen maken, Fred. Als er de nieuwe treinen zijn. Wanneer zouden dan de Fleur 3 treinen rijden, vanaf december? Met de nieuwe dienstregeling volgend jaar 2017. Also in december 2016. 17? Nee, die Fleur 3 treinen van NS. Oh, die gaan eind dit jaar gaan ze rijden. Oké, daar heb ik ook veel leuke ideeën wat we dan maar kunnen maken, Fred. Zou ik maar zeggen? Ja, maar ik weet niet waar ze gaan rijden, Morris. Nee. Ik heb ook maar een leuke idee wat we dan maar kunnen maken met die nieuwe bussen in Eindhoven. Oké. Maar dat is allemaal voor de eind van het jaar pas. Er komt er zoveel nieuw spul weer in het land te rijden en zo. Dus, daar heb ik ook maar een leuk idee. Venlo misschien naar Nijmegen. Ja. Nijmegen naar Den Bosch. Venlo niet naar Nijmegen. Dan moeten we zo lopen. Nijmegen. Wat? Venlo naar Nijmegen moeten we toch hardlopen? Ja. We moeten harder lopen als vanmorgen. Wij geen goede overstap. En vooral niet als je al achter in de trein gaat zitten. Ja, klopt. Dan moet je in Viersen voorin gaan zitten. Ja, maar kijken. Misschien in Viersen dan voorin. Van Viers van Venlo naar Nijmegen. Dan gaan we rechtstreeks met Intercity door naar Eindhoven. Omdat ik ook maar met die nieuwe Abellio-trein mee wil rijden tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Ja, maar dan moet je niet s'avonds om 6 uur in een Venlo weer zijn. Dan is het naar die kant op rijden en weer teruggaan. Dat is ook geen zak aan. En dan moeten er geen werkzaamheden zijn. En dan moet je ook niet op de laatste zaterdag dat die treinreis is. Want als er dan werkzaamheden zijn, dan heb je er ook niks aan. Ja, toch omreizen of bus? Ja, dan kun je toch meer langer, dan ben je nog langer onderweg. Ah ja, klopt. Maar dan kunnen we ook dan zo een makkelijke reis doen hier door Limburg, wat we vandaan. Ja, dan moet je eigenlijk ook geen dure kaart hebben. Die andere kaart die ik heb, die is veel duurder als deze. Deze was maar 9 euro of 10 euro. En die andere? Die is 16 euro. En dat is de zonde voor een dinges. Maar dan zou ik het ook leuker vinden als je al om 10 uur in dingen kan zijn. In Venlo. Ja. Ja, kunnen we ook doen. Dan ben ik morgens om 10 uur daar. Dan gaan we misschien één rondje naar. Ja, dan wil ik nog wel. Dan kan ik ook om. Even kijken. 7:19. 7:19. Kwart voor negen kan ik ook om 10 uur in dingen zijn. Dan kunnen we 10:30 met de trein naar Eindhoven. 10:30, twintig naar 10. Ja. Oké, en dan van Eindhoven kunnen we met de trein naar richting Eindhoven of richting... Dan kunnen we met de trein in één keer door naar Rotterdam
en dan naar Gouda. Snap je? Ja, ja, kunnen we wel doen, ja. En dan even in Gouda een beetje bussen kijken. Nee, nee, nee. En dan met die Abellio-trein. Dat bedoel ik het op. Ah ja, 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 natuurlijk. Dus in Gouda is valt weinig te zien. Wanneer gaat een Abellio-trein rijden? Vanaf december, dacht ik. Vanaf december, ja. Nou ja, dan moet je er ook weer rekening houden. Dat is net het jaargetijde dat s'avonds om 7 uur of om 4:30 donker is. Er is ook geen zak aan. Nee. Het is veel leuker als het s'avonds om 10 uur licht is. Ja, natuurlijk is het mooier dan. Maar als je die andere treinkaartje naar heeft, daar heb je toch nog eentje van. Ja, maar die is niet zo lang geldig. Wat zeg je? Die is tot en met over 4 weken is die geldig. Oké. Okay. Als er treinkaartje zijn voor 16 euro, dan kunnen wij van Venlo naar Rotterdam, van Rotterdam of zo naar Gouda en dan van Gouda met die trein naar Alphen aan de Rijn. Ja. Of Alphen aan de Rijn naar Gouda. Ja, jij ook. En hoe kunnen we daar verder rijden, Fred? Heb je dan nou, dan zou je weer richting Utrecht gaan, hè? Ja, richting Utrecht. En dan even richting Den Bosch. Even kijken als er nog wat leuke bussen op de dinges rijden. Of naar Eindhoven. Oh nee, elektrische bussen op de parkeerlijn, dat is apart tarief. Daar heb ik niet veel aan. Wat is dat, apart tarief? Apart tarief is dat. Wat apart tarief? Ik weet niet, dat is geen dagkaart geldig en zo. Ja, maar dan kunnen we toch een rondje met de OV-chipkaart ermee. Ja. Maar dan kom je ook niet bij echte stadsbussen in de buurt, Moritz. Nee, heen en weer rijden, heen en terug. Ja, maar hoe moet je daar komen dan? Die vertrekken niet van station. Dacht ik zo. Nee, die vertrekken vanaf de parkeerplaats. Waarheen gaan die rijden van de parkeerplaats? Naar de halte in de stad. Ja, dan kunnen we toch nee, met... Nee, maar dan moeten die stadsbussen daar ook bij die halte komen. En die doen ze niet. Dat is toch kut. Ja. Oh, er staat een kleintje op lijn, weet ik niet, lijn 2 of zo. Lijn 1 rijdt hier zo. Dat wilde ik eigenlijk ook nog een keer meemaken van Tegelen met lijn 1 naar Venlo. Oh ja, lijn 1. Of ik maak het maar zo, dan kom ik één dag maar naar Venlo alleen nog. Of ik denk om met een kleine busje te rijden, heb je niks aan nog. Nou, dat hebben we vanmorgen ook al gedaan. Oké, we hadden ook een complete rondje mee kunnen maken op lijn 4. Nee, dat was veel te warm, Moritz. Ik begon niet goed te worden, Moritz. Wat zeg je? Ik begon niet lekker te worden in die bus. Nee, je begint te schwitsen. Ja, het was bloedheet in die bus. Bloeiend heet. Ja. Daar hou ik niet van. Ja, maar ik heb ik vandaag verder geen last van gehad. Maar in zo'n bus, dat voel ik me. Als ik er alleen in zit, dan is dat een stuk minder. Maar als er ook maar 30 man omheen zitten, dat is niks. En ook als er geen ventilatie is en zo en alles dicht is. Ja, oké. Nou, misschien rijd ik dan maar één keer mee met lijn 1. De kleine bussen. En mijn lijn 1 heeft 2 eindpunten, hè? 2, ja? Ja. Hier zo, maar dat is niet binnen een half uur weer terug op Venlo. Dan ben je een uur onderweg. Een uur heen en een uur weer? Nee, een uur onderweg. Ah, heen en weer? Ja. Ah, oké, okay, ja, is ook maar goed.
Ja, nee, dat vind ik een uur zonde van mijn tijd. Ik heb liever zoals vanmiddag, hè, in die bussen, even een paar verschillende bussen, vind ik leuker als één uur in één en dezelfde bus waar een chagrijnige chauffeur hebben. Wat was met zo'n onvriendelijke chauffeur? Ja, chagrijnig. Ja, die was een beetje vreemd. Die chauffeur, ja. Dat kan. Nou. Dat is niet lekker hoor. Maar je een beetje in het gezicht hoesten. Heb je het toch helemaal niet gedaan? Ja, dat heb je wel gedaan. Maar, oh. Dat vind ik niet... Niet echt lekker. Nee. En Moritz, je moet niet in je hand hoesten. Want die hand geef je later weer aan een ander. Je moet hier zo. Ja, klopt. Volgend station. Ja, Venlo. Duitse bovenleiding al. Hier zit er geen bovenleiding hangen. Nou, die zijn er wel genoeg. Hier voor deze sporen is het toch met dieseltreinen? Nee, want hier heb je ook de wissels van de goederentreinen, hè? Weet je. Rood eet, ja, hoe lang dan? Je hebt fijn haar. Volgens mij wel interessant. Als het niet meer gaat, is het nog beter. Nou. Dan heb ik om 8 uur. Ah, mooi. Er stond lintreinstelling hier zo. Ja, 237, 204. Om 8 uur ga je afspreken. 454. Ah, de stoom die brengt train stellen. Dit was de reis met treinstel 352, 7:30 van binnenkomst in Venlo richting